Vraag je, aan wie denk jij als je aan lispelen denkt? Mijn naam is Camille Spiches en ik droom niet van actrices. Maar ja, natuurlijk, dat is de meest bekende lispelende S in Vlaanderen. En die valt ook onmiddellijk zo op in het Nederlands. Het is een lobby. Zijn er dan talen waar lispelen wel gewoon normaal is? Wel, er zijn talen waar inderdaad een lispelende C bijvoorbeeld normaal is in die taal. Die wordt daar zo gebruikt, bijvoorbeeld in het Spaans. I am from Barcelona. En in het Engels bijvoorbeeld is het normaal dat daar een lispelende TH is. Thin, throw and thumb. In het Nederlands wordt eigenlijk in een correcte uitspraak geen lispelende S of geen lispelende klanken toegestaan. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. En dit is Christian van Lierde. Hier, binnen de vakgroep Spraak, Taal en Gehoorwetenschappen aan de UGent, doet ze onderzoek naar spraak- en taalstoornissen bij kinderen. En ze ontwikkelde ook een behandeling om af te geraken van lispelen. Maar waarom is het nu zo moeilijk om lispelen af te leren? Omdat mensen die lispelen dit waarschijnlijk al heel hun leven doen. En het is altijd heel moeilijk om een verkeerde gewoonte af te leren. Maar hoe ontstaat correcte spraak dan eigenlijk? Wel, het geluid wordt geproduceerd ter hoogte van onze stemplooien. Dit geluid gaat naar onze articulatoren. En door de beweging van die articulatoren, en dat zijn de lippen, de tong, de tanden, het verhemelte, wordt alles omgezet in verstaanbare spraak. Bijvoorbeeld bij een z gaat de lucht tegen onze centrale snijtanden gaan botsen en produceren we een z. Maar er kan natuurlijk iets mis zijn met die articulatoren. Bijvoorbeeld een spleetje tussen de tanden die gedraaid staan, onze kaken die niet goed op elkaar passen of bijvoorbeeld de tong die te groot is, bijvoorbeeld bij het Beckwith-Wiedemann-syndroom of bij het syndroom van Down. Maar de meest voorkomende oorzaak is eigenlijk een verkeerde gewoonte. Een verkeerde gewoonte om die tong tegen de tanden of tussen de tanden te plaatsen. En die gewoonte is er eigenlijk al van bij de geboorte, vanaf de eerste vocalisaties, het eerste brabbelen. Dus sommige baby's die gebruiken hun tong al wat fout of anders bij het brabbelen of drinken. En dat kan dan het begin zijn van lispelen. Een goede tonghouding, ook in rust, is eigenlijk cruciaal. De tong ligt licht aangezogen tegen het verhemelte en niet tegen of tussen de tanden. Als de tong te laag ligt in die mondholte of tegen of tussen de tanden, dan gaat die ook een grote kans hebben dat die te veel naar voor of tussen de tanden ligt, net voor het gaan articuleren, tijdens het gaan spreken en ook tijdens het slikken. Dus als je tong in rust al fout in je mond ligt, wordt correct spreken ook moeilijker. Maar waarom is net die S-klank zo moeilijk? Die klank staat eigenlijk onder invloed van heel veel factoren. Namelijk een goede geleiding van die luchtstroom doorheen een gemaakt tonggleufje. Die luchtstroom breekt tegen de centrale snijtanden en dan hebben we dat schuurgeluid. Als ons tonggleufje niet goed gevormd is, zoals bijvoorbeeld bij lispelen, of onze tanden staan niet in de juiste positie, dan gaat inderdaad die s niet zo scherp gaan klinken. Als we aan lispelen denken, denken we allemaal aan die s-klank. Maar er zijn ook nog andere klanken die onder invloed kunnen staan van het lispelen. Dat zijn die klanken waarbij we onze tongpunt gaan heffen tegen onze boventandkas. Welke klanken zijn dat? Dat zijn de t, de n, de l, r en uiteraard de s en de z. Je hoort het natuurlijk wel als iemand lispelt, maar zien hoe hij zijn tong juist gebruikt, dat is wat moeilijker. Hoe stel je nu vast of iemand lispelt? Ik ga nu eigenlijk al die delen gaan bestuderen van je mondholte die belangrijk zijn bij het gaan articuleren. Christian die kijkt dan naar de tong, de lippen, de tanden en de kaak om te zien of daar iets scheelt en ze meet of de tong krachtig genoeg is. Prima. Het zijn allemaal normale waarden. Uw vormen zijn normaal, uw beweeglijkheid is normaal, uw tong is normaal. Dus u gebruikt uw tong gewoon verkeerd. Met andere woorden, je lispelt dus. Maar hoe raak je daar nu vanaf? Lispelen ga ik wegwerken door het geven van functionele training door logopedische oefeningen. En het eerste wat ik ga doen is samen met jou kijken en bewust worden waar onze tong ligt. We gaan daar nu een klankje aan koppelen, bijvoorbeeld la. Oké. Daarna produceren we woorden. Smeerkaas. Ik ga heel goed kijken naar jouw tong. Jij kijkt naar mijn tong. En we proberen verschillen te observeren en waar te nemen. Wat zie je? Mijn tong zit weer tussen mijn tanden.
Van. Maar woordjes nazeggen bij de logopedist. Tran. Dat is nog wel wat anders dan echt van het lispelen af zijn als je gewoon spontaan spreekt, niet? Wel, daarvoor geven wij u ook thuis opdrachten bij. Aandachtspunten voor het goed spreken, tijdens het ontbijt, tijdens het ophalen van je kinderen van school enzovoort. En op den duur merk je dat er geen sprake is meer van lispelen, dat uw tong juist zit bij elke positie van een klank. Goed om te weten dat ik er iets aan kan doen, maar mag ik eigenlijk niet gewoon blijven lispelen? Dat is toch niet zo erg? Ho, als je natuurlijk in een voorbeeldfunctie staat, je bent een professioneel stemgebruiker of je moet model staan, zoals bijvoorbeeld een journalist of een kleuterleidster, dan is het wel best dat je je tong op de juiste positie houdt. Is dat niet het geval? Maakt dat deel uit van je persoonlijkheidsstructuur, heb je daar zelf geen last van. Dat is het zeker geen handicap of een beperking. Dus dan is dat helemaal niet erg. Hey, dikke merci om te kijken. Wij publiceren trouwens elke zondag een nieuwe video. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Abonneer je op ons YouTube-kanaal of op onze nieuwsbrief. Ciao!